De hypotheekrenteaftrek moet langzamerhand minder riant worden. Dat is heel belangrijk voor de lange termijn de stabiliteit van de Nederlandse economie. Maar we moeten het wel op zo'n manier doen dat op korte termijn de lasten niet te veel stijgen, zodat de woningmarkt beschermd wordt. Ik denk dat het op dit moment belangrijk is dat er een lange termijn plan komt voor de hypotheekrenteaftrek. Dat betekent dat we niet nu op stel en sprong de hypotheekrenteaftrek afschaffen. Maar dat er wel een plan komt om langzamerhand de hypotheekrenteaftrek minder riant te maken. Iedereen voelt dat de huidige situatie eigenlijk onhoudbaar is. En juist die onrust die zorgt er nu voor dat er heel veel onzekerheid is onder de mensen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat met name ook dit kabinet nog. Met een uh, geloofwaardig plan komt hoe je langzamerhand de hypotheekrente aftrek wat minder riant kan maken, zodat uh, ja, de situatie weer meer uh, houdbaar wordt. Zal zal uh, binnen het kabinet nog een kleine aardverschuiving moeten plaatsvinden. Nou ja, bij het vorige, dus zeg maar in 2009, toen waren er ook nieuwe bezuinigingen nodig vanwege de crisis. En ik verwacht eigenlijk dat we nu in eenzelfde soort situatie terecht gaan komen. En toen is er ook besloten om iets te gaan doen aan de AOW-leeftijd... wat toen eigenlijk een taboe was, inmiddels niet meer. En ik hoop eigenlijk dat uh, ja, deze keer uh, toch meer aandacht komt... voor de hypotheekrenteaftrek. Ook omdat het voor iedereen inmiddels wel duidelijk is geworden... dat, uh, ja, dat uh, de hoge hypotheekschulden die we in Nederland hebben... het financiële systeem behoorlijk zwaar belasten. Er uh, zijn twee dingen die de... Maandlasten verhogen voor mensen. Eén, dat ze minder fiscaal kunnen aftrekken aan de hypotheekrente. Tweede is dat ik ervoor ben dat mensen tijdens hun leven... hun hypotheek helemaal gaan aflossen. Dus er komen ook meer aflossingsverplichtingen. Maar je moet oppassen inderdaad dat die, die twee hogere lasten, dat die uh, ja, nu de crisis die we op de woningmarkt uh, meemaken, dat die niet verergeren. Dus er moeten ook een aantal lastenverlichtende maatregelen tegenover staan. En ik heb er zelf drie die denk ik mogelijk zijn. De eerste is het uh, volledig uh, afschaffen van de overdrachtsbelasting. Die is nu al verlaagd, maar uh, nou, die, als er niks gebeurt moet dat weer verhoogd worden in de zomer van 2012. Ik denk dat dat niet gaat gebeuren en dat het beter is om die hele overdrachtsbelasting maar af te schaffen. De tweede is om de looptijd van hypotheken te gaan verlengen. Uh, dat is in lijn met de hogere pensioenleeftijd. Mensen hebben eigenlijk een langere tijd nu om uh, de hypotheek af te kunnen lossen. Dus je zou het eigenlijk ook moeten koppelen in, op een of andere manier aan de levensverwachting, net zoals we dat met de pensioenleeftijd hebben gedaan. Ik zou zelf voorstellen om op de looptijd van 30 naar 40 jaar te uh, verlengen. Dus mensen hebben gewoon meer tijd om een hypotheek af te lossen. Dat is de tweede lastenverlichtende maatregel en de derde idee is om in Nederland veel meer het Deense systeem voor uh, hypotheekverstrekking te gaan invoeren. Het Deense systeem is eigenlijk zo dat banken uh, hypotheekbanken zijn die hun hypotheken weer uh, verpakken en dan verkopen aan lange termijn beleggers, zoals pensioenfondsen. Maar juist in Nederland hebben we veel pensioenfondsen. En hebben banken op die manier veel minder herfinancieringsrisico's? Op dit moment liggen de hypotheektarieven in Nederland fors boven die in de rest van de wereld, Want banken echt grote problemen hebben om voldoende geld binnen te halen. En ja, ook op lange termijn zullen de kapitaalvereisten voor banken gaan stijgen, en de hypotheektarieven zullen dus stijgen. En dat. Het zal minder zo zijn als we het Deense systeem veel meer in zouden voeren. En lange termijn beleggers die hetzelfde profiel hebben als uh, nou ja, de hypotheken zelf. Zouden dus ze tot goedkope hypotheken leiden. Dus... Ik denk dat er een alomvattend plan moet komen met lastenverzwarende maatregelen, maar daartegenover ook drie lastenverlichtende maatregelen, zodat we op lange termijn een robuuster systeem hebben. Mensen, het fiscale financiële systeem wordt robuuster, de overheidsfinanciën worden uh, robuuster, mensen hebben een betere pensioenvoorziening. Dus lange termijn goede resultaten, zonder dat dat op korte termijn tot een uh, ja, ineenstorting van de woningmarkt leidt.